Waarom staat er God zij met ons op ons geld als kerk en staat gescheiden zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. We hadden toch een seculiere overheid? Hoe zit het dan met die euro, God zij met ons? Ze hebben het wel eens geprobeerd af te halen, tenminste voorgesteld dat te doen. In eerste instantie moest er iets opstaan om ervoor te zorgen dat munt niet goed nagemaakt konden worden. Maar dat kon van alles zijn. En er is toen gekozen voor een tekst, al heel lang geleden, die een soort gezamenlijke waarde zou uitdrukken. Nou, in een christelijk land, wat heet, in een christelijk land zou dat goed God zij met ons kunnen zijn. Tot in de jaren 80 zijn er voorstellen gedaan in de Tweede Kamer om dat te schrappen. En de minister zei toen, daar moet de politici maar niet mee bezighouden. Een klassieke discussie toen al tussen seculiere partijen die daarvoor waren en christelijke partijen die het uiteindelijk wilden houden. De laatste hebben tot op vandaag gewonnen. Maar de stem blijft steeds opkomen, waarom eigenlijk? Of een ander voorbeeld. In sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Bunschoten, daar wordt elke vergadering van de gemeenteraad begonnen met een gebed. Almachtige God, bij het begin van onze vergadering vragen we u om alle inzicht en wijsheid die wij voor ons gezamenlijk werk nodig hebben. Geef uw zegen over de gemeente Bunschoten en over heel ons land en volk. Wij vragen u ons gebed te verhoren in naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de overste van de koningen der aarde. Amen. In een gemeentehuis, bij een gemeenteraad. Ook hier zijn natuurlijk vragen over gesteld in de Kamer. En de minister zei erover, zolang het niet verplicht is om daarbij te zijn, zolang gemeenteraadsleden ook pas later binnen mogen komen, is er geen enkel bezwaar tegen om dat als gemeenteraad te blijven doen. Ik zit zelf in de Eerste Kamer, naast mijn werk aan de universiteit. En daar aan het begin van de periode word je ingezworen of leg je de belofte af. Een eed of een belofte. En er zijn heel wat Kamerleden, van alle partijen overigens, dat is niet iets van alleen maar de christelijke partijen. Het zijn allerlei Kamerleden die daar de christelijke formulering gebruiken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik heb zelf niet gedaan. Ik kies ervoor om zeker op die plek, op die momenten, de belofte uit te spreken. Omdat ik vind dat in een publieke ruimte je ook publieke taal gebruikt en ook op publieke argumenten aanspreekbaar moet zijn. Maar het is wel een keuze die mensen maken. En de vraag is steeds, hoe zit dat nou? Hoeveel ruimte is er voor een seculiere overheid om al dit soort religieuze verschijnselen daar een plek te geven? Wie van jullie vindt dat we eigenlijk van dit soort religieuze momenten in het publieke leven, in het politieke leven, in het overheidsleven, dat we daar vanaf zouden moeten? Steek je hand op als je vindt, dat zou eigenlijk moeten stoppen. Een aantal, de helft misschien bijna. En wie denkt van, joh, laat gaan, laat er ruimte voor wezen. Die discussie die komt eigenlijk iedere keer terug. En die draait steeds om de vraag, wat is nou eigenlijk een neutrale overheid? Wat is nou eigenlijk die scheiding van kerk en staat, zoals we dat noemen? Het interessante is, die scheiding van kerk en staat staat niet in de grondwet. Het is wel, godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat, het is wel een van de oudste grondrechten die in Nederland ook geregeld is. Dat begint eigenlijk al in 1579 bij de Unie van Utrecht. Je zou kunnen zeggen dat is de voorloper van de Nederlandse grondwet ook, waar de gewetensvrijheid van de burgers wordt geregeld. Er wordt eigenlijk gezegd, de staat mag niet bepalen wat burgers denken, geloven, doen, etc. Ik denk, het is mooi. Tegelijkertijd, in die tijd was het wel zo dat alleen de gereformeerden, dat die hun openbare kerkdiensten mochten houden. En alle andere religies, waaronder ook bijvoorbeeld de katholieken, die moesten in schuilkerken gaan zitten. Heel bekende bijvoorbeeld, Ons Lieve Heer op Zolder, nu een museum. Aan de buitenkant eigenlijk een heel onopvallend pand. Mooi pand, weliswaar, maar toch niet heel specifiek. En van binnen zit er een grote kerk. Oftewel, zo vrij was het nou ook weer niet. De overheid had wel degelijk een bepaalde voorkeur, sprak zich uit voor een bepaalde traditie en niet voor de andere. Het duurt een hele tijd, eigenlijk tot 1796, als de Fransen hier ons land overheersen een tijdje, dat eigenlijk dan onder invloed van de Franse revolutie ruimte komt voor veel meer, wat wij tegenwoordig noemen, scheiding van kerk en staat. Dat is niet zo heel raar, want die Franse revolutie die verzette zich tegen de macht van kerk en staat die nou juist in Frankrijk heel erg samengingen. En dat leidt ertoe dat ook in Nederland die scheiding van kerk en staat door die Franse overheersing eigenlijk meer geregeld wordt. Dat gaan we verder in de grondwet van 1848. Dan wordt eigenlijk veel meer een soort gelijkstelling ook veroorzaakt. En vanaf die tijd zie je dat de verschillende groepen, ook de groepen die daarvoor eigenlijk wat gemarginaliseerd waren, dat die zich steeds meer gaan organiseren.
De gereformeerden, dat was een kleinere afsplitsing, en ook de katholieken, die gaan dan in de tweede helft van de 19e eeuw zich steeds meer ontwikkelen, zich emanciperen en daarin hun eigen scholen, organisaties, universiteiten, etc. oprichten. Dus je zou kunnen zeggen, die verzuilingstijd die ons land zo verdeeld heeft in een katholieke zuil, een protestantse zuil, et cetera, is eigenlijk een emancipatiebeweging van groepen die daarvoor last hadden van ja, toch een vorm van achterstelling op basis van geloof. Heel concreet zie je dat natuurlijk in de discussie over het onderwijs. Met name het lager onderwijs, dat was voor die tijd was dat in eerste instantie een staatszaak. Vanaf de 19e eeuw wordt eigenlijk toegelaten dat ook burgers zelf, groepen van burgers, dat die ook zelf het onderwijs mogen gaan organiseren. Dat die zelf scholen mogen oprichten die aansluiten bij hoe zij eigenlijk hun kinderen willen opvoeden. En het duurt dan heel erg lang voordat de overheid dat eerst accepteert. En vervolgens ook, begin van de 20e eeuw, vervolgens ook besluit dat alle scholen, of ze nou door de overheid opgezet zijn, of dat ze door burgers opgezet zijn, dat alle scholen op dezelfde manier bekostigd worden. Vanuit het idee, wij maken geen onderscheid, we hebben geen keuze voor de een of tegen de ander. Dus hoe neutraal is die overheid? Waar komt dat idee vandaan van de scheiding van kerk en staat? Dat zie je eigenlijk in de loop van de tijd zie je dat helderder worden. En in de 20e eeuw krijgt het dan uiteindelijk de vorm van de ontzuiling. Daar verliezen die oude structuren hun macht. De katholieke zuil stort langzamerhand in. De gereformeerde, de protestantse zuil, die brokkelt steeds meer af. En iedere keer komt er meer nadruk te liggen op de individuele emancipatie en niet meer op de collectieve emancipatie. Dus de verzuiling, daar werden de groepen die werden steeds meer geëmancipeerd. In de ontzuiling worden steeds meer de individuen geëmancipeerd. En vanaf dat moment komt dus ook steeds meer de vraag op, maar wat betekent dat dan voor de manier waarop we omgaan met religieuze verschillen in het land? Op wat voor manier organiseren we dat dan? Stel dat je een gemeentehuis binnenkomt en je moet naar het loket om een paspoort te halen of wat dan ook. Maakt het dan uit dat de ambtenaar die daar zit een hoofddoekje aan heeft of een keppeltje draagt of een kruisteken ervoor heeft? Wie van jullie denkt, wauw, zolang ze de werk goed doet, moet kunnen. En wie denkt, ja, ambtenaren, nee, die moeten neutraal zijn. Een enkeling. De meeste denken, daar zou het ruimte moeten zijn. Er wordt veel discussie over geleverd. Je zou kunnen zeggen, en dat heeft dan te maken met hoe je die neutraliteit precies definieert, dat als de hele rij met ambtenaren, als die allemaal iets anders dragen, dat het nog steeds neutraal is. Dan heeft de overheid geen voorkeur. Maar als er een hele rij zit die allemaal alleen maar een kruistekentje dragen, ja, dan wordt het misschien toch wat ingewikkelder en wat specifieker. De volgende vraag die je daarbij dan ook weer moet stellen is, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom praten we hierover? Waarom discussiëren we over de scheiding van kerk en staat? En hoe organiseren we dat? Nou, de scheiding van kerk en staat heeft, zou je kunnen zeggen, twee belangrijke doelen. Het ene doel van de scheiding van kerk en staat is dat je de overheid beschermt tegen een al te dominante meerderheidsreligie. Als je nou één religieuze groep hebt die het altijd voor het zeggen heeft en die bepaalt het overheidsbeleid, dat moet je niet willen. Dus scheiding van kerk en staat houdt een beetje die dominante kerk, of een andere religie, maar bij ons zijn het dan kerken, houdt een beetje die dominante kerk op afstand. En waarom doet hij dat? Dat is vanwege het tweede doel, dat je de religieuze minderheden probeert te beschermen tegen een al te dominante overheid. Ik wil erg meenemen naar een heel concreet voorbeeld waar dat gebeurt. De discussie die we de afgelopen jaren gehad hebben over de rituele slachten, het onverdoofde ritueel slachten en de poging in de Tweede Kamer eerst, daarna dus ook in de Eerste Kamer, om dat te verbieden. De Partij van de Dieren had een wetsvoorstel ingediend dat erop neerkwam dat het totaal verboden zou moeten worden om dieren te slachten die niet eerst verdoofd waren. Wat stond er nou op het spel? Nou, aan de ene kant gaat het daar over de vraag hoe kun je de dierenwelzijn zo bevorderen, of liefst voorkomen, dat dieren te veel moeten lijden. Het is sowieso niet leuk om dood te gaan, maar de manier waarop het dan gebeurt, onverdoofd, is een extra vorm van dierenleed. En als je dat kunt voorkomen, dan is er heel veel gewonnen. Aan de andere kant stonden natuurlijk ook allerlei andere vragen, zoals, maar als dat betekent dat religieuze groepen, concreet de Joodse en de islamitische minderheid, als dat betekent dat religieuze groepen niet meer hun geloofsregels mogen volgen in de manier waarop zij daarmee omgaan, dan is dat wel een inperking van de godsdienstvrijheid. Nou kan dat. Je kunt godsdienstvrijheid inperken op het moment dat daar dwingende redenen voor zijn. En de vraag was, is hier sprake van een dwingende reden? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Er komen in zo'n discussie komen er allerlei theologische argumenten. Bijvoorbeeld, er zijn ook Joodse groepen die vinden dat je wel mag verdoven. Dus is het kennelijk geen algemeen verbod, dus moet het maar geregeld kunnen worden. En daarvan denk ik dan,
Maar de overheid gaat niet op de stoel zitten van zo'n geloofsgemeenschap zelf. De overheid kan niet bepalen wat het juiste theologische antwoord is. Daar moet ze buiten blijven. Als je vindt dat de godsdienstvrijheid kan worden ingeperkt, daar kunnen redenen voor zijn, maar niet deze reden. Wat we gedaan hebben, is dat we in dat hele proces ons zo goed mogelijk hebben geïnformeerd. We zijn werkbezoeken wezen afleggen, we zijn wezen kijken bij het slachthuis, hoe gaat dat dan precies? Hoe werkt dat precies? We hebben ons laten informeren door onder andere dierenartsen van wat is het effect op dieren. En we zijn ook in gesprek gegaan met de islamitische en de joodse gemeenschap. Omdat je duidelijk wil krijgen, wat zijn nou precies de afwegingen? Waar zit de speelruimte eventueel? Wat zou er wel kunnen om dierenleed te beperken, zonder dat je misschien gelijk naar een totaalverbod gaat? En daar is voor de Eerste Kamer altijd de vraag, van, is dit nog wel proportioneel? Dat je het dierenleed wil beperken is akkoord, maar is dit totaalverbod, staat dat in verhouding tot het doel wat je wil bereiken? En dan moet je het ook afzetten tegen bijvoorbeeld het feit dat wij in de bio-industrie een enorme hoeveelheid dierenleed gewoon nog steeds accepteren. En waarom dan voor dit ene specifieke geval, waar het raakt aan godsdienstvrijheid, zo ver gaan daarin? Nou, dat waren de afwegingen. En voordat ik er meer over zeg, als je dit zo hoort, wie van jullie zou nou zeggen van nou, en toch, een totaalverbod op onverdoofd slachten, daar ben ik voor. Wie is er voor een totaalverbod op onverdoofd slachten? En wie denkt van nou, het mag wel een stapje minder. Beetje terughoudend. Ja, dat was onze aarzeling ook. Van hoe kom je tot een goede balans tussen die twee? Uiteindelijk kwam er in de gesprekken, ook zeker met de islamitische groep, kwam er een manier van werken, een manier van denken uit. Die zei, je kunt heel veel stappen zetten om dat dierenleed te beperken, zonder dat je gelijk een totaalverbod hebt. Je zou bijvoorbeeld kunnen, er waren heel veel regels, maar je zou bijvoorbeeld kunnen zorgen dat ze alleen nog maar slachten voor ons eigen gebruik en niet meer voor de export. De ironie is dat na die hele grondige afweging van grondrechtelijke kwesties, van dierenwelzijn, et cetera, kwam er uiteindelijk door de staatssecretaris een plan op tafel die zei, ja, al die extra regels die maken het alleen maar moeilijk om te exporteren en dat is slecht voor de economie. Dus van tafel. Dat is de ironie zoals het in de politiek soms ook gaat, dat die hele basale vragen waar je het over hebt van tafel gaan. Scheiding van kerk en staat. Het is dus nooit absoluut. Dat betekent niet dat religie geen publieke rol heeft. Dat betekent niet dat religie niet aan de orde is en dat je niet als overheid daarmee moet. Maar het is nooit een absoluut verschil, een absoluut onderscheid. Het is wel zo dat je, als je al vindt als overheid dat je moet ingrijpen, als je al vindt dat je grenzen moet stellen aan religieuze vrijheid, dan kun je daar nou wel wat terughoudend mee zijn. Je kunt beginnen met bijvoorbeeld het debat aan te gaan. Uit te spreken waar je de morele normen legt. Wat je de kern vindt. Wat je als overheid onopgeefbaar vindt. Bijvoorbeeld als het gaat om de positie van vrouwen binnen een geloofsgemeenschap. Dat hoef je dan nog niet gelijk te verbieden of te verplichten. Maar je kunt wel het debat aangaan. Je kunt ook soms door je beleid het goede stimuleren en het slechte afremmen. Zonder dat je gelijk alles verbiedt, maar wel stappen zetten om het de goede kant op te stimuleren. En uiteindelijk, als het echt nodig is, kun je dingen verplichten of verbieden. Maar daar moet je als overheid toch wat terughoudend in zijn. Dus op die vraag van hoe zit dat met de scheiding van kerk en staat? Zou ik de regering wel wat tips willen meegeven. Wees daar nou niet al te krampachtig in. Een geloofsgemeenschap is uiteindelijk ook gewoon een maatschappelijke organisatie. En benader het nou ook eens zo, dan word je gelijk wat minder gespannen daarin. Wees niet te repressief. Geef mensen ook de ruimte om hun eigen vorm en hun eigen betekenis eraan te geven. Wees ook niet te ondankbaar. Heel veel van het vrijwilligerswerk in deze samenleving wordt nog steeds gedaan door mensen uit religieuze groepen. Maar wees ook niet te onkritisch. Want er gebeuren in religieuze groepen ook zaken die je eigenlijk niet zou moeten willen. Volgende keer wil ik met jullie een andere vraag bespreken in het volgende college. Als God nou almachtig is, waarom maken gelovigen zich dan zo druk over godslastering?